Door al deze maatregelen wordt de bestaanszekerheid van een dak boven je hoofd voor steeds meer mensen onbereikbaar. Het is bijzonder, hè, dat sommige mensen geen dak boven hun hoofd hebben en sommige mensen in Amsterdam 4 panden bezetten. Kun je iets aan doen? Nee, maar ja. Dan gaan we meteen naar de laatste stelling van vanavond en dat is bestaanszekerheid. Daar gaat hij over. Hiervoor vraag ik graag Mona Keijzer van de BBB en Suzanne Kreuger van GroenLinks PvdA om naar voren te komen. Mona Keijzer, u gaat straks beginnen en dan gaan we naar GroenLinks PvdA. Het woord is al een paar keer gevallen. Bestaanszekerheid is het thema van deze verkiezingen. Deze zomer kwam het Centraal Planbureau met cijfers waaruit blijkt dat dit jaar 4,8% van de bevolking in armoede leeft. En als we niks doen, gaat dat percentage groeien naar 5,7%, oftewel 1 miljoen Nederlanders. Eigenlijk alle partijen van rechts tot links komen met allerlei oplossingen om dit op te lossen. Het minimumloon moet omhoog, de energiebelasting naar beneden, kinderopvang gratis, etc. De belangrijkste vraag is eigenlijk hoe deze maatregelen betaald gaan worden. Gaat de overheid bezuinigen of gaat het bedrijfsleven meer belast worden? De laatste stelling luidt: het streven van partijen om de bestaanszekerheid van burgers te vergroten dreigt het verdienvermogen en het vestigingsklimaat van Nederland aan te tasten. Ik geef u als eerste het woord. Ik ben tegen deze. Wacht even, het streven van partijen om de bestaanszekerheid te vergroten dreigt het verdienen. Dan ben ik voor deze stelling. Want ik vind de mate waarin wij burgers afhankelijk gemaakt hebben van de overheid, vind ik zeer zorgelijk. We moeten weer toe naar een systeem dat mensen zelf kunnen besluiten meer te gaan werken, zodat ze meer verdienen om hun eigen keuzes daarbij te maken. En precies wat jij zei, denken dat iets gratis is, dat kan je vergeten. Want als jij alleen maar het minimuminkomen verhoogt zonder na te denken wat het voor die ondernemer betekent die het niet weg kan zetten in zijn prijs, betekent uiteindelijk faillissementen en weer minder banen, minder inkomen. Ja, iets van 30 seconden, zullen we maar zeggen. Ja, er zit een soort valse tegenstelling in deze stelling, wat mij betreft. Namelijk dat bestaanszekerheid van mensen eigenlijk haak staat op het vestigingsklimaat. En ik denk juist dat het ongelooflijk belangrijk is. Bestaanszekerheid, dat gaat om een fatsoenlijk loon. Dat gaat om dat je je zorgkosten kan betalen. Dat gaat om goede kinderopvang. Dat gaat om dat je een huis kan vinden. Het gaat eigenlijk om allemaal dingen die jou de bestaanszekerheid bieden. En dat zijn ook dingen die voor een werkgever heel belangrijk zijn, dat je werknemers dat hebben. Dus ik zie eigenlijk de tegenstelling in deze stelling niet zo. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat we de bestaanszekerheid van mensen structureel verbeteren. En daar doen we een heleboel voorstellen voor. Ja, maar waar ligt het prijskaartje dan precies bij u? Want dat is ook natuurlijk de vraag van, er zijn allerlei maatregelen, maar waar ligt de prijs? De vorige stelling dat we het hebben over inderdaad het verhogen van belasting op vermogen. Inderdaad op het afschaffen van fossiele subsidies. Dus dat je de vervuiler meer laat betalen. Dus er zijn natuurlijk allerlei zaken waarmee je kan zeggen van, nou ja, we gaan de dingen meer belasten aan één kant en zorgen voor structureel bestaanszekerheid voor mensen. En dit is precies waarom ik voor deze stelling ben. Want ik hoor vaak vanuit het linkse deel van de Kamer, hoor ik dat dan het bedrijfsleven een pinautomaat wordt. Zonder erbij na te denken dat je het bedrijfsleven nodig hebt voor belastinginkomsten om al die fantastische dingen met elkaar te betalen. Maar bedrijven betekent ook banen. En banen betekent inkomen. En inkomen, dat is nou precies die bestaanszekerheid. Dus laten we nou met elkaar zuinig zijn op ondernemers om te zorgen dat die kunnen ondernemen. Onszelf realiseren dat we hier niet op een eiland zitten. Je zit binnen Europa. Dus als je het hier niet goed regelt, wordt het Nederlands bedrijfsleven gewoon weggeconcurreerd vanuit bedrijven uit de rest van Europa. En het lijkt maar niet door te dringen tot de meeste Haagse partijen dat gewoon is zoals het werkt. Maar de rest van Europa staat gelukkig ook niet stil. De hele transitie naar verduurzaming die is gaande. En wat wij moeten doen is zorgen dat we bedrijven helpen om die innovaties te doen. Om te zorgen dat we inderdaad een economie hebben die echt van waarde is. Die ook stuurt op waarde. Maar als ik naar deze stelling kijk, dan denk ik, ja, op het moment dat je geen eens bereid bent om een fatsoenlijk minimumloon te betalen,
Ja, maar dat moeten we toch kunnen bieden. Dan kijk je, anders onze mond vol over bestaanszekerheid. Dan kijk je de verkeerde aan, want wij hebben daar ook een voorstel van. Maar ik hoorde je net wat interessant zeggen. De rest van Europa staat ook niet stil. Dus je erkent dat je geen koppen op wetgeving moet zetten om te voorkomen dat de Nederlandse bedrijfsleger wegconcurreerd wordt uit het buitenland. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat een land als Nederland met gewoon een hele heel veel innovatiekracht, dat wij juist ook enorme klimaatambities hebben, omdat we daarmee onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben het hier over de stelling of bestaanszekerheid vergroten van burgers. En dan nogmaals, dat gaat over minimumloon, maar het gaat ook over laten we er eindelijk zorgen dat we stikstofcrisis aanpakken. Ja, maar wacht, jij begint altijd elke keer. Oh, huizen, fijn, dankjewel. Ja. Dat was mijn keyword. Daar gaan ook een aantal dingen ongelooflijk mis. Door ook daar allerlei eisen op te leggen, belastingen te verhogen, fiscaal allerlei dingen onmogelijk te maken, vluchten de investeerders Nederland uit, ligt inmiddels voor een... Ja, je lacht, maar het is gewoon een feit. De investeerders vluchten Nederland uit. We hebben dit jaar nog veel huizen gebouwd. Voor volgend jaar is de verwachting dat het er weer veel en veel minder worden. Je hebt bedrijven gewoon nodig. Je redt het niet alleen met corporaties. We hebben zeker bedrijven nodig. En we hebben ook alleen om de woningmarkt aan te trekken. Maar goed, nu zitten we vrij ver van de stelling. Nee, dat is een dak boven je hoofd. Dat is een van de eerste dingen. Moeten we vooral ook de stikstofcrisis aanpakken. Ik denk dat als je bestaanszekerheid serieus neemt, dan gaat dat over eigenlijk alle dingen die je nodig hebt om zeker te zijn van als je morgen wakker wordt, dat je geen zorgen hebt. En die zorgen, dat is wat ook een goed vestigingsklimaat maken. Dus ik snap werkelijk de tegenstemming. Ja, nee, maar... Oké, bestaanszekerheid, dames en heren. Tot u. Dat was een duidelijk debat. Een applaus en we breken het nu open naar de rest. Dank u wel. Ja, dank. Eigenlijk een klassieke tegenstelling zagen we hier. Ik wil beginnen met Joost Sneller, D66. Wat natuurlijk in deze stelling heel erg zit, is ook de relatie hoe kijken we naar het bedrijfsleven in het ervoor zorgen dat we bestaanszekerheid aan inwoners kunnen bieden. En heeft dat verband met elkaar in de manier waarop we nu dingen ook vragen van bedrijven. Als u daarnaar kijkt en u hoort deze stelling, u bent daar tegen. U zegt het streven van partijen tast dat niet aan. Nee. Tegelijkertijd bestaan die zorgen wel degelijk bij ondernemers. Wat begrijpen zij dan niet goed of wat is dan het verschil tussen die zorgen en hoe u het voor zich ziet? Nou, ik snap die zorgen heel goed. Alleen wat wij voorstellen is wel het wettelijk minimumloon verhogen, maar vervolgens ook zorgen dat de werkgeverslasten omlaag gaan. Want dat verschil tussen netto en bruto is in Nederland natuurlijk heel erg groot. Dus ik denk dat is een manier om die zorgen te ondervangen. En andere dingen om iets te doen aan bestaanszekerheid, ja, die gaan helemaal niet het verdienvermogen aantasten. Die gaan het misschien zelfs versterken. Of hebben er niks mee te maken, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van alle toeslagen, zoals wij hebben voorgesteld. Ja. Dus dan denk ik, ja, daarom ben ik het niet eens met deze stelling. Want sommige van de dingen die we gaan doen voor bestaanszekerheid, die gaan het alleen maar versterken. Ja. Silvio, u heeft uw bordje erbij neergelegd. Ik weet niet of dat een hint is, maar ik ben toch benieuwd. Als u deze stelling leest en u hoort het debat net, daar komen eigenlijk twee wereldbeelden ook op hoe je naar het bedrijfsleven kijkt bij elkaar samen. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, ik vind het dus ook een valse tegenstelling. Dus vandaar dat ik twijfel, zet ik hem zo neer of leg ik hem neer. Maar anders het punt was zo ook duidelijk. Ja. Ja, het punt was duidelijk. Omdat volgens mij een florerend bedrijfsleven en een groeiende economie noodzakelijk is om bestaanszekerheid te kunnen garanderen. Want de beste vorm van bestaanszekerheid is een goed betaalde baan. En luister wel, ik zeg goed betaald. Ja. Dus ook wij vinden dat het minimumloon de komende jaren omhoog moet. En tegelijkertijd, als het bedrijfsleven slecht doet, er weinig vacatures zijn, mensen inderdaad hun baan kwijtraken, onzeker zijn als ze volgende maand nog wel een baan hebben. En dan wordt het ook heel moeilijk de bestaanszekerheid te garanderen. Want mevrouw Keizer zei het net ook al, meer banen betekent meer inkomsten voor gezinnen, maar het betekent ook in alle eerlijkheid, een florerend bedrijfsleven, meer inkomsten voor de overheid. Zeker. Meer inkomsten voor de overheid, die allemaal gebruikt worden om onderwijs te betalen, zorg te betalen, voor duurzaamheid te betalen. Dus als we naar economische nulgroei of zelfs krimp gaan met elkaar, maar ja, volgens mij is dat ook niet goed voor de bestaanszekerheid. Maar vindt u ook, wat Mona Keizer constateert, dat op dit moment al het bedrijfsleven als pinautomaat gebruikt wordt door het beleid wat er nu is, vindt u ook dat we te ver daarin nu zijn gegaan de afgelopen jaren? Nou, ik denk dat je met het politieke debat inderdaad wel soms dat gevoel krijgt, als je dat volgt in alle eerlijkheid. Het beleid de laatste jaren, wat ik net ook aangaf, op vermogen en op ondernemingen zijn inderdaad lastig gestegen de komende jaren. Ik denk dat de komende jaren daarom ook de overheid moet gaan focussen op wat dat betreft kijken wat ze zelf uitgeven en bezuinigen. De rek is eruit, zegt u. Jimmy? Ja, ik wil hier toch een belangrijk onderscheid maken, want ik had het net ook al een keertje over werkende mensen en de werkende klasse. En volgens mij bestaat het bedrijfsleven bestaat niet. En ik had het net over het democratiseren van onze economie. Ik vind dat wij het groot bedrijf
moeten democratiseren. Dan moet de overheid of de werknemers meer zeggenschap over krijgen. Omdat die vaak namelijk inderdaad dreigen met... we gaan ergens anders heen met onze werkgelegenheid. Ze zijn vertrokken, hè, inmiddels. Nee, zeker nog niet. Ja, zeker. Maar 96% van alle werkgelegenheid wordt gecreëerd door het MKB. En als ik zie dat de belastingdruk van midden- en kleinbedrijven een stuk hoger is dan van die grote bedrijven die op allerlei manieren belastingen ontduiken, is de effectieve belastingdruk van grote bedrijven veel lager dan van kleine bedrijven. Oftewel, van niet werkende aandeelhouders die daar winsten voor krijgen, die verdienen veel meer aan werkende mensen dan MKB'ers die gewoon zelf in hun zaken aan het werk zijn en een hogere belastingdruk hebben dan miljonairs, miljardairs en die bedrijven waar ik het net over had, die recordwinsten maken. Het is echt insane dat het op die manier omgedraaid moet. We moeten dat gaan omdraaien. Iedereen die werkt en een gezicht heeft, en dat zijn de MKB'ers die je kan zien, die moeten we belastingverlichting gaan geven. En iedereen die je niet meer kan zien, oftewel anonieme investeerders, private equity, mensen die aandelen hebben, die nergens kan zien, die in een zak geld neerzetten en zeggen, werken voor mijn geld, werken voor mijn gewinst, die moeten we gaan belasten. Okay, u maakt en dan een duidelijke onderscheid. Ook nog, dan zorgen we voor een goed vestigingsklimaat voor MKB'ers. Ja. En als je dan heel erg groot wordt, ja, dan komen we iets meer belasting voor. U maakt een duidelijk onderscheid tussen belastingverlichting eigenlijk voor de MKB'ers, voor de kleine ondernemers, misschien ook wel voor de ondernemers die toewerken aan de duurzaamheidsdoelen bijvoorbeeld die we hebben, en het groot kapitaal. Ik denk dat ik bij de SP veilig ben om dat woord te gebruiken. Hoe luistert u daarnaar? Ja, ik ben zeer mee eens dat midden- en kleinbedrijf, ook familiebedrijven, ik ben jaren gedeputeerd geweest in Overijssel, is daar ook echt de essentie van de economie. Ja. Die zul je veel meer moeten koesteren. De reden waarom ik hier een beetje twijfel bij deze stelling, omdat ik het wel eens ben met het vertrekpunt dat je erg moet uitkijken met het overbelasten van je eigen bedrijfsleven, die toch verantwoordelijk is voor de banen, de groei, de werkgelegenheid in het land. Maar ik wil eigenlijk ook horen wat de vraag. Nee, maar daar kunnen we verschillend over denken. De vraag is of de bestaanszekerheid per definitie, op het verdienvermogen per definitie wordt aangetast als je de bestaanszekerheid vergroot. Wij zijn zelf als overheid soms de oorzaak van het verminderde bestaanszekerheid. Er is geen land in Europa wat een zo hoge energiebelasting heeft als Nederland. Zeker. En dat betalen de burgers, dat betalen ook het MKB. Die hebben geen uitwijkmogelijkheden. Helemaal eens. Ik ben ook eigenlijk principieel tegen het belasten van consumptie, omdat er namelijk directe belasting, indirecte belasting op arbeid is. Ja. Dus moet je vermogen belasten. Maar dus je zult die twee ook een beetje moeten ontkoppelen. Als je de bestaanszekerheid wilt vergroten, dan zul je ook de kosten van levensonderhoud, wat moeten mensen betalen van dat inkomen, daar zul je je aandacht op moeten richten de komende. Ja. Tegelijkertijd hoor ik wel in veel partijen, ook in uw partij, dat de koppeling echt wel vaak gemaakt wordt tussen de situatie van Nederlanders die hun energierekening niet kunnen betalen, die in hun werk te weinig verdienen, en de positie van bedrijven daarin. Er wordt gezegd, we moeten toch het bedrijfsleven moeten we meer gaan vragen, zodat we dat mogelijk kunnen maken. Maar de andere partijen, of een aantal partijen hier zeggen, die koppeling zie ik eigenlijk niet zo. Nou ja, als je zegt, je wil investeren in bepaalde publieke goederen, je wil investeren in betaalbaar openbaar vervoer, in een grootschalig nationaal installatieoffensief. Je wil investeren in meer sociale huurwoningen. Ja. Nou, allemaal dingen die de bestaanszekerheid van mensen te goede komt. En ik denk daarmee ook het vestigingsklimaat overigens. Dan is ook het eerlijker laten betalen van belasting door grote overwinsten te belasten of door fossiele subsidies en vrijstellingen af te schaffen is een manier om dat te financieren. En wat snappen VVD en BBB daar dan niet in volgens u? Wat ze daar niet in snappen? Ja. Nou, ik denk dat zij eigenlijk een beeld schetsen waarbij bedrijven eigenlijk het steeds zwaarder hebben, met name grote bedrijven. Terwijl als je dus kijkt naar hoe zeg maar, het geld wat verdiend wordt in Nederland, dat komt steeds meer terecht bij bedrijven, minder bij werkenden. Ja. Dus dat beeld klopt niet helemaal. Nee, kijk, voor mij is het gevoel wat ik heel erg krijg, is het horen, ze kip met de gouden eieren moet en zal geslacht worden. En uiteindelijk zijn we verdrietig met elkaar dat ze weg zijn over 10 jaar. Volgens mij is dat wat er gaat gebeuren met uw plannen. Als we alleen al kijken naar de energieintensieve industrie in Europa. Ze betalen 3 à 4 keer zoveel energiekosten dan de bedrijven in het Midden-Oosten, dan in de VS, dan in China. Die verliezen de concurrentieslag ook al. Als u zegt dat die bedrijven nu ook nog meer belasting moeten gaan betalen, ik kan u vertellen wat er gebeurt. Die gaan hier failliet of die schrijven de investeringen af en die gaan niet in Europa nieuwe vestigingen neerzetten, waardoor wij de werkgelegenheid kwijtraken en ook nog eens een stuk afhankelijker van China worden. Dus pas op met wat u hier op het spel zet. D66? Ja,
Maar als ik hier... Ik denk dat je vooral ook moet kijken naar welke economie wil je hebben... en in hoeverre blijf je dus bepaalde fossiele industrie in de benen houden... terwijl je ook een transitie wil maken en de ruimte wil creëren voor nieuwe bedrijvigheid. Ja, maar het sluit aan bij een vraag van een ondernemer aan het begin ook. Hè, maar van, ik wil het even over bestaanszeker hebben, toch het dak boven je hoofd. Want daar gaan ook een aantal dingen heel erg mis. Hier in Amsterdam zijn heel veel eigenaren, die hebben 3 of 4... verhuurpanden. Die kunnen inmiddels door de fiscale maatregelen verliezen ze geld daarop. Verkopen kunnen ze niet, want dan komen ze in de knoei met de overdrachtsbelasting. De huurder gaat er niet uit. Dus dat de boodschap die daar verkocht wordt, investeer niet in woningen. Dat is één. Twee, andere maatregelen. Ik maak hem toch even af, het is echt wel belangrijk. Je hebt in Amsterdam, ook hier in Amsterdam, heb je jonge mensen die willen gaan samenwonen. De een heeft een koopwoning, de ander heeft een huurwoning. Die gaan inmiddels niet meer bij elkaar proberen, want zo gaat dat tegenwoordig. Omdat als je dan die woning leeg laat staan, krijgen ze een boete van Frans Timmermans. Dus dit zijn, persoonlijke krant. Dus je moet ontzettend opletten. Ik wil dat eigenlijk ook wel meemaken. Eerlijk is maar door al deze maatregelen wordt de bestaanszekerheid van een dak boven je hoofd voor steeds meer mensen onbereikbaar. Het is bijzonder, hè, dat sommige mensen geen dak boven hun hoofd hebben en sommige mensen in Amsterdam 4 panden bezetten. Kun je iets aan doen? Nee, maar weet je? Ja, ik wil het toch even afmaken. Maak me heel kort over. Ik wil ook naar Joost Sneller toe nog. Ik merk dat ik weer even in de politiek moet komen met dit soort makkelijke frames. Die mensen... Maar ja, Frans Timmermans komt ook niet fysiek langs die met een boete. Gisteren heeft hij gezegd op RTL, heeft hij net letterlijk gezegd. Die eigenaar met die 4 panden, daar woont u allemaal in. Veel van die panden zijn trouwens ook gewoon sociale huur. Dus de gedachte dat dat allemaal fout is, daar moet je ontzettend voorzichtig mee zijn. Want heel veel van de huurwoningen in Nederland is particulier bezit. Maar volgens mij klopt dat niet, vooral sociale huurders die door particuliere verhuurders worden gedaan. Zijn er dat absoluut is in Amsterdam vooral vrije sectorhuur. Nee, ook heel veel sociaal. Jazeker. Ik wil naar Joost Sneller, D66. Want het risico van deze stelling, dat wisten wij ook wel, is er loopt een heleboel door elkaar. Er loopt bestaanszekerheid, loopt door elkaar met vestigingsklimaat. En verdienvermogen. Maar ik wil tot slot van deze ronde nog een ander punt aanraken, want dat hebben we ook aan het begin beloofd. We hebben het namelijk over welk type bedrijvigheid willen we ook stimuleren. Welke ruimte willen we maken voor bedrijven in Nederland waarvan wij vinden dat die een bijdrage leveren aan de doelen die we als maatschappij elkaar stellen. En als we dan kijken naar alle maatregelen die hier op tafel zijn gekomen, of we hebben over belastingmaatregelen, fiscale maatregelen, sturen op wat studenten gaan studeren bijvoorbeeld. Wat kunnen we doen? Wat is de belangrijkste knop? En dat wil ik van iedereen eigenlijk horen tot slot. Waar we aan kunnen draaien om te zorgen dat sociale ondernemers in dit land meer ruimte krijgen om te ondernemen en hun ding te doen. Een van de dingen die we ook hoorden was, het is veel te goedkoop geweest om al je kosten die je wel maakt voor de samenleving af te wentelen op de belastingbetaler, toekomstige generaties, op de natuur. En dat veel meer inbegrepen moet worden in die prijs. Daarmee wordt het speelveld al veel gelijker natuurlijk voor mensen die wel ondernemen met die true price mentaliteit. Dus dat is volgens mij heel belangrijk. Daarnaast, ik bedoel ook nog even, dat verdienvermogen vraagt ook om investeren, om te zorgen dat iedereen hier vervolgens ook een goed opgeleide beroepsbevolking heeft, goede infrastructuur, al dat soort dingen. Dus daarvoor heb je het uiteindelijk wel nodig. Ja, helder. Gaan we naar Eddie eerst. Ja. Eigenlijk dezelfde vraag, maar ik heb het rondje zo lang. Als het heel specifiek over sociaal ondernemen gaat, over ondernemingen die echt die brede welvaart als doelstelling hebben, dan geloof ik ook wel heel erg in dat de overheid als eerste inkoper en aanjager daarvan ook eens een actieve rol moet gaan spelen. Want en dat hebben we in de overheid van Amsterdam afgekeken, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het actieve rol van de gemeente of van de provincie erbij, waarbij je gewoon innovaties inkoopt en vervolgens ook op die manier het vliegwiel op gang helpt. Ik denk dat die overheid daar een hele belangrijke voorbeeldrol in heeft. Concreet punt, dank. Gaan we naar Suzanne? Ja, ik had ook de aanbestedingen, precies dat punt. Dat ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat de marktmacht van de overheid gigantisch is en dat we die veel beter in kunnen zetten. En het andere is wel dat als je wil dat echt duurzame ondernemingen die brede welvaart aanjagen een kans hebben. Dan moet je ook zorgen dat aan de ene kant je subsidies en op kan stimuleren, maar dat je ook het ongelijke speelveld van bedrijven die nog steeds leunen op bijvoorbeeld fossiele subsidies.
juridisch dat je dat aanpakt. Ja. Jimmy? Ja, volgens mij heb ik net heel duidelijk het verschil proberen aan te tonen tussen hoe de SP kijkt tegen het grootbedrijf en tegen midden- en kleinbedrijf. Wat je ziet in het midden- en kleinbedrijf is dat er heel veel wil is om sociaal te ondernemen. Het zijn al kleine gemeenschapjes die dicht bij elkaar zijn, waarbij mensen elkaar kennen, dat als iemand iets mankeert of iets heeft, dan wordt dat in het bedrijf makkelijker opgevangen. En daarvoor moet je één ding doen, wat ik steeds vaker hoor van met name kleinere ondernemers. Dat is dat we bij ziekte ervoor moeten zorgen dat midden- en kleinbedrijf collectief verzekerd wordt tegen ziekte van het personeel. Want als jij een klein bedrijf hebt en je hebt 10 mensen in dienst en er wordt 1 iemand ziek, dan moet je iemand 2 jaar lang doorbetalen. En je moet iemand opnieuw aannemen. Dat loopt fors in de kosten. Kan een faillissement betekenen. Als we dat nou spreiden over alle werkgevers in heel het land, dan spreid je en het risico en je spreidt de kosten. En zorgt ervoor dat MKB'ers die echt sociaal hart hebben veel eerder geneigd zijn om mensen aan te nemen waar misschien in eerste instantie niet de allerbeste match zou zijn die er is. Maar dan is het risico een stuk makkelijker om te nemen dan dat je bang bent dat iemand daarna 2 jaar in de ziektewet komt en je die moet gaan doorbetalen. Ja, dankjewel Jimmy. Gaan we naar Mona en dan Silvio. Eens, aanbesteding is daar een heel belangrijk punt van. Tegelijkertijd is een sociale ondernemer natuurlijk een ondernemer die een goed product moet neerzetten, vervolgens zijn klanten moet vinden en de erkenning natuurlijk even ook goed geregeld moet krijgen. Ik ben in de tijd bezig geweest met een wetsvoorstel om dat allemaal in een bepaalde vorm te gieten. Dat is nog steeds een goed idee, maar we moeten ook gewoon met elkaar realiseren dat een goede sociale ondernemer is een ondernemer. En de meesten daarvan snappen dat heel erg goed. En laten wij kijken of we in die faciliterende vorm het een en ander voor ze kunnen betekenen. En naar Jimmy, ik weet wel zeker dat heel veel sociale ondernemers ook het grootbedrijf als klant hebben. Dus een beetje voorzichtig met ze. Silvio. Ja, naar KSS heb je natuurlijk het nadeel dat het gras voor je voeten weggemaaid kan zijn. Ja. In dit geval het aanbesteden sluit ik me aan. En bij het punt van waarmee we ondernemers helpen, helpen we ook sociale ondernemers. Dus we hadden net over die wet en regelgeving. Daar induiken en als iets van 10 jaar geleden in de weg staat, dat weghalen. Dan wou ik nog een extra dimensie aan toevoegen. We zien met de energietransitie dat we heel veel van de producten in China laten maken. Er zijn ontzettend veel innovatieve bedrijven in Nederland en Europa die daar ook mee in de slag kunnen gaan. Daar heeft de overheid ook een rol in te spelen om ervoor te zorgen dat de producten die wij gebruiken, van een windpark op zee gaan, het maken van elektrolyses van waterstof, zonnepanelen, dat het ook op eigen bodem gaan doen en dat er ook meer in gaan sturen weer met het beleid. Mooi, heel goed. Dan ga ik naar ons ondernemerspanel en dan begin ik even bij Jari, als je hier naar luisterde. Wat is het belangrijkste? Ja, je moet even gaan staan voor de camera. Ja, dan kunnen we nog even goed zien. Wat is het belangrijkste wat jij uit dit laatste debat wilde meenemen of toevoegen? Ja, ik ben dan wel heel benieuwd naar hoe we gaan zorgen, niet alleen voor mij als individuele casus, maar voor al die sociale ondernemers die naast mij actief zijn of in de toekomst nog actief gaan zijn. Hoe zorgen we ervoor dat de verschillende ministeries, departementen overstijgend gaan denken? Dat als er een keer zo'n casus is, en er komt een antwoord vanuit de politiek, dat we ook weten dat als de minister een uitspraak doet, dat ook de waarheid is. Ja, eigenlijk want een hoger niveau dan dat zou je zeggen, doorbraak is er niet. Dus dat het niet blijft hangen. Ja, hoe zorg je daar dan voor? Dat is wat bij me blijft hangen. Ja, Suzanne misschien? Ja, dat is echt toch wel de million dollar question. Want die krijg ik zo vaak dat in zoveel van de grote maatschappelijke problemen waar we in zitten, deels komt er dat elk ministerie en iedereen doet het weer apart van elkaar. We hebben nu een coördinerend minister voor klimaat, maar zelfs die heeft eigenlijk toch best wel weinig echt doorzettingsmacht om dan te zeggen, nou hé, en dan wil ik dat hier, dat gebeurt, dat daar. Dus dat is echt een moeilijke vraag. Ik denk wel dat een stukje ervan zit, is of je stuurt op, als je brede welvaart echt als waarde neemt, waarvan je zegt, nou, dat willen we bereiken. Dat kan je natuurlijk wel door al je departementen laten gaan. Alleen de vraag is vooral van ja, wie is er uiteindelijk die persoon op een ministerie die tegen die andere zegt, ja maar jongens, dit gaan we even zo doen. Ja, maar het ergste wat je kan overkomen is coördinerend minister worden zonder dat je bevoegdheden hebt. True. Ja, dan ben je zuur. Dan moet je. Ervaring? Ja. Nee, dat heb ik volkomen geluk. Ik weet niet wat er straks gaat gebeuren, maar als je die bevoegdheden niet hebt, ja, dan word je een soort tassendrager. Nou ja, misschien, het sluit ook even aan. Dan ben ik ook nog benieuwd. En dan ben ik ook benieuwd wat de twee andere ondernemers nog voor vragen hebben. Heel kort, Silvio, want jij begon, heel kort, dat is flauw als ik zo'n grote vraag stel, maar toch. We begonnen ook wel, we moeten als overheid ook betrouwbaar zijn erin. Daar sluit deze vraag enorm goed op aan. Wat is dan hetgene wat we concreet anders zouden moeten doen de komende
nou ja, langer dan 4 jaar, maar in ieder geval de komende 4 jaar. Waar moeten we mee aan de slag? Nou, ik denk dat er een rol voor de politiek ligt en een vraagstuk voor hoe we de overheid inrichten met elkaar. De rol voor de politiek is volgens mij ook zorgen dat je verantwoordelijkheid met elkaar voelt om langjarig beleid uit te zetten en er ook een vast te houden. En niet om elk jaar, als het net uitkomt, met elkaar de bakens te verzetten. Klimaatbeleid is er een goed voorbeeld van. Als je elke 2 jaar het beleid aanpast, gaat er niet geïnvesteerd worden, gaan we niks realiseren met elkaar. De Kamer hebben er best goede debatten over, maar ik denk dat er meer onderwerpen zijn waar er van belang is. Maar is dat ook een oproep tot matiging naar elkaar in de zin van, hè, want we hebben heel vaak politieke meningsverschillen, maar dat op het moment dat we misschien een klimaatfonds instellen, dat we dan ook moeten zorgen dat we niet elke 3 jaar weer het beleid veranderen. Ik bedoel dit even los van politieke meningen, maar dat is natuurlijk ook vaak, hè, dat je elk jaar weer nieuwe debatten krijgt, misschien weer aanpassingen, en dan verwateren soms ook plannen waardoor ondernemers niet meer weten waar zijn we nou aan toe. Het ene jaar moeten we dit, het andere jaar moeten we dat. Ja, het is een onderdeel van je democratie. Dus als inderdaad een verkiezingsuitslag wat anders zegt, dan gaat ook het beleid veranderd worden. Maar ik denk wel dat je veel moet gaan werken met langjarig beleid. Dus de energietransitie is een voorbeeld van. Wat is de punt op de horizon waar we met elkaar in toe werken? En tuurlijk, gaandeweg ga je dingen veranderen. Volgens mij is dat ook niet erg. Nee. Soms heb je ook voorschrijdend inzicht of merken dat iets niet werkt. Maar met elkaar inderdaad toch meer ook die debatten gaan voeren over het punt op de horizon. Waar willen we met elkaar heen in plaats van het incident van de dag? Ik vind dat wel van belang voor de politiek. Er was nog een vraag van Jack. Niet een vraag, meer een constatering. Als we kijken naar de aanbestedingswet, artikel 1.4 lid 2, die voorschrijft dat partijen moeten kiezen voor de meeste maatschappelijke waarden. Dan heb ik het over true pricing. Helaas zien we te weinig aanbestedingen die op die manier ingestoken zijn. We kennen MVOI, was een neus. Verhaal. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat we die maatschappelijke waarde gaan vragen? Die true price van mijn product. Maar dat kunnen overheden echt zelf beïnvloeden. Die gaan ook over die kaders. Die kunnen die kaders gebruiken om meer op maatschappelijke impact te sturen. Door duurzaamheid, wordt alleen niet participatie, gedaan. Door sociale inclusie centraal te stellen bij de producten die je vraagt. Dat gebeurt bij decentrale overheid, bij gemeenten en provincies steeds meer. Ik moet wel zeggen, ik heb de indruk dat dat bij de Rijksoverheid nog absoluut niet het geval is. We moeten echt gas geven hierop. Want ik denk dat dat juist de bestaanszekerheid vergroot. Joost, zou dat in het volgende... Wat Eddie zegt, alleen dat betekent inderdaad wel dat er ook een bestuurder moet staan die zegt, dan zal het qua euro's hier even wat duurder zijn. En dat doe ik daar en daar en daarom. En dat vraagt ook om... Dat is dus de vraag of het duurder is. Te gaan zeggen. Ja. Als we het hebben over duurder, de true price. Maar wel in die euro die diegene vervolgens moet voorleggen aan de volksvertegenwoordiging voor wat hij gaat aanbesteden. Omdat natuurlijk het speelveld ongelijk is. En niet alleen de maatschappelijke waarde die je terugkrijgt. Dank jullie wel. Volgens mij hebben we 2 uur lang heel veel besproken. Suzanne veegt het zweet van de voorhoofd af. Ik hoop dat jullie het een interessant debat vonden. Dank voor jullie komst allemaal zo massaal. De bar is zo meteen geopend. Ik wil heel graag ons ondernemerspanel danken. Ja. Allereerst, geef ze een warm applaus. Ik wil vervolgens heel graag een daverend applaus hebben, want democratie is ook een ritueel waar dit soort debatten een belangrijk onderdeel van zijn voor onze sprekers van vanavond. SP, GroenLinks, PvdA, NSC, BBB, VVD, D66, Joost, Silvio, Mona, Eddy, Suzanne en Jimmy. Ja, tot slot. Veel succes met de campagnes en ook veel succes voor jullie om te bepalen waar je je stem op uitbrengt. Ik wil nog even bij vermelden dat de Bali stemlokaal is, dus kom ook zeker hier stemmen op 22 november. En dank voor uw aandacht en ik hoop u aan de bar te zien voor een dankje. Tot ziens, dag.